Goedemiddag. Gaat het goed met jullie? Ja? Hebben jullie een beetje van de zon genoten vandaag? Ja? Campagne? Nou, ik was ook op campagne en ik vond het heerlijk dat het zonnetje scheen. Het was te gek. En wat is het toch fijn dat we weer langs de deuren kunnen. Op de markt met mensen in gesprek kunnen. En met elkaar hier, zoals vanmiddag. En ik wil het eigenlijk met jullie hebben over onze beweging. En het belang daarvan. Want wij voeren niet alleen campagne om verkiezingen te winnen, maar wij bouwen aan iets wat groter is. En dat is zo belangrijk, juist in deze tijd. Een sterke, progressieve, linkse en groene beweging. En ik wil jullie eigenlijk meenemen aan de hand van wat er deze week gebeurde, waarom dat zo belangrijk is. Energiearmoede, het werd net gezegd, dat is al heel lang een probleem. En al jaren zeggen we, jongens, er is een groot probleem. Er zijn mensen in Nederland die kunnen de energierekening niet meer betalen. Dat was ook al voordat de prijzen stegen, omdat het besteedbaar inkomen in Nederland voor te veel mensen te laag is. Het grote probleem op dit moment eigenlijk zijn niet de stijgende energieprijzen, maar is toegenomen armoede in Nederland. Mensen konden voor die stijgende energieprijzen al niet rondkomen. En nu is de grote oplossing die het kabinet heeft bedacht, weet je wat we dan gaan doen? Dan doen we nog een beetje van de BTW af. Dan doen we nog een paar honderd euro voor mensen die in de bijstand zitten. Gaan de accijnzen voor de benzine gaan we naar beneden brengen. En dan is het probleem opgelost. En weet je, ik snap heel goed als ministers nu zeggen, het is oorlog in Europa. We gaan allemaal een prijs betalen. Het wordt zwaarder. Economisch komen we in zwaar weer. Ik snap als je dat in de algemeenheid zegt. Maar wat ze niet snappen is dat je daarmee tegen mensen zegt die nu in een uitkering zitten. Of die een baan hebben en nog maar net rond kunnen komen. Of net niet rond kunnen komen. Je hebt pech. Doe maar een beetje extra je best. Eet nog maar iets minder. Zet de verwarming nog maar ietsjes lager. En dat is wat er structureel mis is in Nederland. En ik snap het afgeven van jullie wel op Den Haag. Ik snap het. Omdat al dit soort structurele zaken weg worden geschoven. Niet worden aangepakt. En pas als het echt helemaal misgaat, dan zat iedereen in het verzet. De VVD die nu echt met droge ogen zegt, weet je wat wij moeten doen? We moeten onafhankelijk worden van Rusland. Had het verdorie even 10 jaar geleden bedacht. Voordat je begon met de gasrotonde. En dat ze er nu achter komen dat mensen in armoede leven. Denken, nou weet je, misschien moeten we er toch een beetje extra bij doen voor mensen die in de uitkering zitten. Dat had je al lang moeten doen. En nu moet je doorpakken op die energieprijzen. Kijk, er is een reden waarom wij zeggen, bevries die energieprijzen. Dat is omdat ze alleen maar verder zullen gaan stijgen. En iedere euro die we nu naar mensen brengen, over 4 weken is het alweer achterhaald. En ja, als je zegt, we bevriezen die prijzen, dat gaat ook naar mensen die het niet nodig hebben. Dat klopt. Maar daar hebben we dus een fantastisch systeem voor. Ik weet niet of jullie er wel eens over hebben gehoord, maar belastingen. En wat je vrij eenvoudig kan doen volgend jaar bij het belastingplan, is de belasting voor de mensen die genoeg verdienen en die vooral veel vermogen hebben omhoog brengen. Dus wees niet te bang dat je nu maatregelen neemt waar iedereen profijt van heeft. Namelijk via belastingen zorg je ervoor dat de mensen die ervoor kunnen betalen, dat ze er ook voor gaan betalen. En daarom hebben we vandaag, Senna Matoeg heeft fantastisch gewerkt aan een wetsvoorstel. Om ervoor te zorgen dat we de mensen die in box 2 zitten zwaarder gaan belasten. Wie kent box 2? Ja, één iemand daar. Ja. De winnaar. Wie kent box 2? Ja? Box 2 is het grootste geheim van ons belastingstelsel. En het is de grootste schande van ons belastingstelsel. We hebben 3 boxen. Box 1. Daar zitten de meeste van jullie in, gok ik. Dan betaal je gewoon inkomstenbelasting. En als je een beetje meer gaat verdienen, de helft van je inkomen naar de Belastingdienst. Prima. Box 3. Als je wat spaargeld hebt, ga je daar belasting over betalen. Ook prima. Box 2. Dan kan je gewoon al je geld verstoppen. Dan betaal je gewoon veel minder belasting. Dan kom je nooit aan de 50%. En daar zitten de allerrijkste mensen van Nederland. Daar zitten alle mensen, dit noemen zich directeur groot aandeelhouder. Die hebben dan een bedrijf en die zorgen ervoor via allerlei constructies die hartstikke legaal zijn. Hè? Ze doen gewoon precies wat de Belastingdienst heeft bedacht. Of wat de politiek heeft bedacht en de Belastingdienst heeft opgetuigd.
die betalen amper belasting in Nederland. En we hebben een wetsvoorstel gemaakt om dat aan te pakken. En er is een reden waarom we dat nu doen. Juist in een tijd waarin de ongelijkheid toeneemt, waarin de energieprijzen stijgen, waarin solidariteit belangrijker is dan ooit, moeten we ervoor zorgen dat die echt sterkste schouders de zwaarste lasten betalen. En dat zit niet bij de mensen met de hoogste inkomens, maar bij de mensen met de meeste vermogens. Maar in Den Haag is het voorlopig nog niet zover. We strijden voor wat we waard zijn om dit soort veranderingen er doorheen te krijgen de komende maanden en de komende jaren. Maar er zit een regering die heel anders denkt. Er zit een regering die alleen bezig is met de korte termijn. Accijn, echt, hoe haal je het in je hoofd? De accijnzen verlagen op benzine met 11 cent? Are you kidding me? Denk je dan werkelijk dat dit de mensen gaat helpen voor wie het echt nodig is? Het is leuk voor de mensen voor wie het niet nodig is. Maar het gaat de mensen niet echt helpen. En dat is dus wat moet veranderen. Maar tot die tijd is het extra belangrijk dat GroenLinks zo sterk is in de gemeentes. Omdat we daar wel het verschil kunnen maken. Het maakt namelijk uit of je een GroenLinks-wethouder hebt die verantwoordelijk is voor de verduurzaming in jouw gemeente, of het tempo wordt gemaakt. Met het gasvrij maken van wijken en huizen. Nog niet zo lang geleden hoorde ik er alleen maar geklaag over. Het is toch iets minder geworden. Misschien toch wel verstandig. Nog steeds niet leuk. Nog steeds gedoe. Nog steeds je straat open. Nog steeds verbouwing in je huis. Maar de noodzaak is wel helder. Het maakt uit of daar een GroenLinks zit of niet. Of we hier tempo in maken en of iedereen dit gaat meemaken. En het maakt verschil of je een wethouder van sociale zaken hebt van GroenLinks of niet. In hoe die maffe participatiewet wordt uitgevoerd. Of je maximaal de regels oprekt en zegt, je zoekt het maar uit met wat jullie daar hebben bedacht in Den Haag. Wij gaan het hier anders doen. En het maakt verschil of je een wethouder hebt die verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen. Het maakt verschil of daar iemand zit die klakkeloos het beleid van het kabinet uitvoert of zegt, je zoekt het maar uit. We doen het hier anders. En dat lijkt mij een perfect bruggetje om de volgende persoon hier naartoe te brengen. Mag ik een groot applaus voor Rutger Grootwassink.